They're working the sea, but they all agree that someone ran. Ik hou het eigenlijk heel kort. Ik ga straks nog wel iets zeggen, maar ik wil nou even een aantal mensen het woord laten die een podium verdienen. De eerste is iemand die jullie misschien van gezicht wel kennen. Hij opereert wel onder het pseudoniem Robert Schuit. Ook wel hanteert hij het heteroniem Bandiera. Maar zijn echte naam is, spreek ik het goed uit, Jaubert Pignon? Het is Jaubert Pignon. Pignon. Anton, ik wil je allereerst feliciteren met je prachtdebuut, Extra Tijd. Dat is het boek met die gele voorkant. Ik heb het nu 2 keer gelezen en ik moest 2 keer huilen. Ik vind het echt een goed boek geworden. Als ik het niet al gratis van je gekregen had, zou ik het zeker kopen. Ik lees voor op een literaire avond. Ik ben als laatste aan de beurt. Een bekende revenbiograaf leest als eerste voor. Hij moet vroeg naar huis. Hij moet voetbal kijken. De populaire jonge schrijver A.H.J. Doutzenberg staat als tweede op het programma. Hij leest zijn absurdistische verhalen voor. A.H.J. Doutzenberg laat het publiek joelend achter. Het publiek staat juichend op de plastic klapstoelen. Dan kom ik. Ik lees mijn verhalen voor. Ik schrijf korte verhalen. Ik blijf binnen de tijdlimiet. Ik krijg applaus. Na afloop vraagt de organisatie of A.H.J. Doutzenberg bij mij mag slapen. Ik woon om de hoek. A.H.J. Doutzenberg vertelt over een recensie die zijn nieuwste boek in de Volkskrant kreeg. Hij zegt dat de negatieve toon en de 5 fouten die in het stuk staan hem niets kunnen schelen. Hij mag bij mij blijven slapen, maar ik waarschuw hem. Voor mijn gestoorde buurman, die zorgt voor herrie, overlast, spugen en trappen tegen de voordeur en poep aan de stoeptegels. Bij mij thuis vertelt A.H.J. Doutzenberg over de Volkskrant-recensie die hem niets kan schelen. Bij de buurman is het stil. 'S Ochtends zitten A.H.J. Doutzenberg, mijn vriendin en ik op ons balkon. Ik heb brood voor de schrijver geroosterd. We maken plannen om allebei een boek over Mongolen te schrijven. A.J. Doutzenberg zegt: waar is die overlast nu? Ik heb je buurman nog niet gehoord. Van achter het kapotte raam van de buurman klinkt geschreeuw. Houd je bek, Mongool. Hier slapen mensen, vieze kankerazo. Ik maak je helemaal af. Ik bedoelde de andere buurman, zegt A.J. Doutzenberg tegen hem. De buurman begint te krijzen en draait zijn boksen naar het kapotte raam. Pompende housemuziek. Ik verlam, ik tril. A.J. Doutzenberg zegt dat hij maar weer eens opstapt. Thomas Maarten van der Zwan, dat is een vriend van mij. En wij hebben een tijdje geleden samen in de gevangenis gezeten. En hij gaat een nummer spelen dat past bij de thematiek van mijn boek. Years ago, on a cold, dark night, someone was killed neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. Het is inmiddels tradities geworden dat elk debuut van mij wordt opgeluisterd door mensen van het buitenbeentje. Ik heb elke donderdag stamtafel vanaf 5 uur tot 1 uur of wisselt in het buitenbeentje. En een aantal vrienden van mij die willen iets doen. Iemand die de 2 grootste talkshow-iconen van de vaderlandse televisie, de heren Pauw en Witteman, kan doen geloven dat hij vrijwillig een nier zou hebben afgestaan uit altruïsme, terwijl de goede man nog nooit een hospitaal van binnen heeft gezien, zo iemand noem ik een genie. René en de opperpater. Alcohol, alcohol, hol, hol. Leeg is mijn glas en leeg is mijn kop. Ik spoel mijn geest, ik was de kleinste hoekenproper.
Weten, weten. Ik weet niet waarom mensen willen weten. Niet weten is zoveel rustiger, maar zo hol, hol, alcohol. Ik voel mijn hart, hart, keihard. Het is wel steen. Het heeft geen ruimte meer voor sentimenten. Er woont nu enkel nog cynisme. Hij heeft de deurbel uitgeschakeld en leest in het duister het zwartste boek dat hij in zijn kast had. Alles is hem te dol, dol, alcohol. Het wasemt uit mijn muil en het vertroebelt mijn bewustzijn. Het wil uit al mijn poriën barsten in zweterige paniek. Het wil mijn bloedstroom verdunnen tot geen passie meer resteert en ik laat het. Want de alcohol, hol, hol, weet beter wat hij met mij doet dan ik wat ik met alcohol aanmoet. Iemand die Henk Bres aan het ovuleren krijgt, zo iemand noem ik een genie. Er komt een man bij de groenteboer. Iemand die Arno Grunberg na een gedwongen medische pauze van 13 jaar weer aan het celbevredigen krijgt, zo iemand noem ik een genie. Groenteboer, heeft u misschien aardappelen? Iemand die in een overvolle stadsschouwburg tijdens het jaarlijkse partijtje van literaire 020 aarskruipers niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk over de peperdure Louis Vuitton-tas van alleen van een rooie heen kotst. Zo iemand noem ik een genie. De groenteboer denkt even na. Hij antwoordt: 1,5 kilowatt. Voor mij is de heer Doutzenberg met afstand de grootste Tilburgse schrijver aller tijden. Heel fijn dat je het woord genie geen enkele keer koppelt aan mijn boeken. Nou, misschien komt dat nog als je ze gaat lezen. In 2004 ben ik een site begonnen, Tilburg Zit. Sommigen hier zullen ervan gehoord hebben. De site is inmiddels ter ziele. Anton was een van de eerste die ervoor ging schrijven. Ik moest nogal wennen en in de eerste instantie wat ranzige stijl van Anton. Maar ik zag wel, Anton heeft talent. Hij is nog een ongepolijste diamant. Nu, enkele jaren na zijn vertrek bij Tilburg Z, is Anton inmiddels een bekende schrijver. 4 sterren in de NRC. Een knoepert van een recensie in de Volkskrant enzovoort. Je hebt werkelijk een keurig boek geschreven. Om door een ringetje te halen. Werkelijk niks op aan te merken. Dus ik feliciteer je van harte. Ik heb het boek gepresenteerd in Amsterdam. De uitgeverij vond dat wel chic om de grachtengordel te bedienen. En ja, het was ook chic. Ik heb toen een speech geschreven en die past eigenlijk bijna perfect op deze plek. Maar ik moet hier en daar het een en ander veranderen. We staan hier op een belangrijke plek. Achter mij de beste boekhandel van Nederland. Ik pas het even aan voor deze plek, Zuid-Nederland. Achter jullie het standbeeld van het lievertje. Dat is hier om het hoekje de Kruikenzeiker. Enkele tientallen meters van elkaar verwijderd. Ze symboliseren voor mij de 2 belangrijkste pijlers van het bestaan. Een vrije geest en subversiviteit. Dat subversiviteit komt natuurlijk in deze context helemaal verkeerd binnen, dus bij het Kruikenzeiker moet dat zijn serviliteit. Maar ik ga toch even verder met subversiviteit. Het zijn symbolen die helaas dreigen te eroderen. De conservatieve, intolerante tijdgeest knaagt aan beide. Met satanisch genoegen. Zelfs in intellectuele en liberale kringen, soms gaan deze twee samen, is het inmiddels bon ton om hieraan mee te doen. Steeds vaker worden mensen afgerekend op hun denkbeelden, hun dromen, hun verlangens. Niet op hun daden, maar op hun gedachten. Ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling. Het afgelopen jaar heb ik me dan ook sterk gemaakt voor de vrijheid van meningsuiting. Ik ben daardoor met on-Nederlandse praktijken geconfronteerd. Althans, ik dacht dat ze niet bij Nederland hoorden. Ik heb me vergist. De vrijheid van meningsuiting blijkt niet voor alle bevolkingsgroepen te gelden en onthutsend veel Nederlanders zijn het daarmee eens.
Achter mij de vrije geest, voor mij subversiviteit, serviliteit in dit geval. Ik voel me vereerd dat ik hier mag staan, voor de Tilburgse situatie vertaald. Ik heb gemengde gevoelens dat ik hier mag staan. Tot zover de grote woorden. Ik kan het preken niet laten. Het is een van de vervelende karaktereigenschappen die ik van mijn vader heb geërfd. In Amsterdam keek ik toen naar mijn moeder. Die stond toen links van mij. Ja, ik kijk nou ook even naar links en ze staat er weer. En toen zei ze, ja. Ik ben blij met het boek en vooral ook met de zorg die uitgeverij Alles Contact eraan heeft besteed. Een afzonderlijk gedrukt dichtbundeltje achterin en een buikbandje om het boek bij elkaar te houden. Je zou bijna gaan geloven dat er een God bestaat. Die heeft het dan eigenlijk niet helemaal goed gedaan, want de naam van Annen Grunberg is groter afgedrukt dan mijn eigen naam. Maar in dit geval heb ik daar vrede mee. Dank daarvoor, in het bijzonder aan Sander, Martine, Vincent, Ronald en Mariette, vormgever Herman van Bosselen en fotograaf Ruben Rehorst. Een kus ook voor alle meelezers, in het bijzonder voor Erik Honema, die staat hier in het midden en heeft echt voor mij een hele belangrijke rol gespeeld de afgelopen jaren in het Martijn gebeuren, maar ook bij de totstandkoming van dit boek als meelezer en als vriend. En misschien moeten jullie even voor hem klappen. Ja. Een kus ook voor Arnon Grunberg om meerdere redenen. Voor boekhandel Atheneum, Livius. Voor Chrétien Breukers en voor Daan, Thomas en Frank. Vul daarvoor de namen in van de mensen die jullie net hebben gezien. Een tongzoen voor Maartje. Ter afsluiting wil ik een diepe buiging maken voor de majestueuze heerser over ons allen. De dood. Dat was het. En nu ga ik signeren. Cricket, sir, chirping. The water is high. There's a soft cotton dress on the line. Hanging dry. Windows wide open. African. Trees bending backwards from a hurricane breeze. Not a word of goodbye, not even a note. She's gone with the man in the long black coat. Is legendarisch, man. Generatie op generatie, geest verwant op geest verwant. Ik wou net zeggen.